Hallo, welkom iedereen. Welkom in een nieuwe video. Waarin, zoals je kan zien in de titel, we het even gaan hebben over de solstice. We zijn vandaag 21 juni en hier betekent het eigenlijk het begin van het nieuwe jaar en het begin van de zomer. En wat krijg ik? Ik wil zeker onmiddellijk al justice. Dus gerechtigheid zal komen op elk vlak. We gaan zien vandaag van welke onbewuste schaduwen gaat de solstice naar boven brengen. En dan kijken we welke boodschappen dat we er verder nog gaan in mee ontvangen, hoe moet ik het zeggen. Dan zien we dat er doorkomt en waar dat ik eigenlijk naartoe geleid word. Ik voel heel veel energie in mijn keel. Dus zit maar overtuigd, of zit maar zeker dat de solstice het begin is van heel veel waarheden die naar boven gaan komen. Wanneer dat gaat ook groter, collectief gezien dan. Denk maar aan vaste structuren zoals overheden, controleorganen, zoals politie, leger. Ziekenhuizen, onderwijs, al die dingen. Maar weet dat alles wat er ook gebeurt, dat eigenlijk ook voor ons welzijn is. Dat eigenlijk voor ons hoogste goed is. En dat het meer bewustzijn naar ons heen brengt. Wat hebben we? We hebben het wiel van fortuin. En je ziet, het is aan het draaien. Kaarten zijn aan het verschuiven, de pionnen zijn aan het verschuiven, maar we zien dat natuurlijk nog niet in de 3D. We voelen wel dat er, zeker mensen die wel een tijdje langer op het pad van bewustzijn lopen en bezig zijn met energie, die voelen dat er van alles gaande is, maar die kunnen er vinger nog niet op leggen. En dat is judgment. Dus keuzes, einde aan bepaalde dingen. Je ziet, dat lijkt hier alsof dat een atoom eigenlijk als een soort van binnenuit aan het imploderen is en helemaal gaat ontploffen. En dat is hetgeen wat er ook gaat gebeuren in de maatschappij. Zeker niet om angstig over te zijn, maar het hoort bij ons lot. Het is zodanig voorbestemd om te gebeuren, want dat draagt eigenlijk een nieuw begin met zich mee. En dat is hier de magierkaart. Het zorgt voor de noodzakelijke verandering op wereldvlak, op universeel vlak zelfs. Maar het vraagt tegelijkertijd ook van ons om heel creatief te zijn, om weg te stappen van illusies dat we hebben en gehad hebben, en om allemaal één voor één, ziel voor ziel, in onze kracht te gaan stappen en onszelf opnieuw te gaan versterken. Dat is niet voor niets dat mijn één-op-één traject, waar mensen 3 maanden eigenlijk zo goed als 7 op 7 met mij samenwerken, dat dit ook versterk jezelf heet, omdat dat net de bedoeling is. Dat je gewoon elk obstakel dat je tegenaan loopt, elke overtuiging die je hebt, elke emotie die je overweldigt, die aankijkt, in de ogen kijkt, en in plaats van weg te lopen van de schaduwen die je hebt, of ze weg te doen, maar ze echt aankijken en heelt, zuivert, in het licht brengt, zodanig dat je meer en meer kan gaan stralen. Dan zien we dat we het nog krijgen. Ja, Beyond the Ordinary. Dus nu, dit jaar, is eigenlijk het beginpunt van het ding waar dat we uiteindelijk, kijk, hoe dat we door het feit dat we verbonden worden met die energieën en al de vlammen meer en meer ook gaan ervaren en meer mensen die vlammen gaan leren gebruiken, gaan we één voor één vanuit ons hart opengebroken worden. En dit gaat het pad leggen naar overvloed op elk vlak. Daarom ligt die kaart nog ondersteboven. Omdat het nu op dit moment nog voor heel weinig mensen onmogelijk is om in te tappen op die oneindige mogelijkheden. Dus, en dat vraagt dat ze eerst heel veel dingen nog loslaten. Ballast, negatieve energieën, wonden, noem maar op. Al die zaken mogen meer en meer uitgezuiverd worden. Wat hebben we? Smoke and Mirrors, The Power of Purpose en Bearing Fruit. Het is ook niet voor niks dat deze boom weer hier ligt, want eigenlijk is het dezelfde boom, maar je ziet ook hoe dat die kleuren ook aan veranderen.
En dat is hier de roos, dus dat is verbonden hier ook roos. Verbonden met vanuit ons hart onze waarheid te spreken, een blauwe. Dus vanuit onze verbinding, vanuit dat hoger bewustzijn, dat een hartgedragen bewustzijn is, het diamantenbewustzijn is, het Christusbewustzijn, dat is allemaal hetzelfde, maar andere benamingen. Om van daaruit de dingen die nog niet duidelijk zijn, of de dingen die voor ons verborgen geweest zijn, hè, wat we hier net gezien hadden, dat we die ook gaan aankijken. Dat we die recht de ogen in de ogen gaan kijken, want hier lijkt het precies op dat er twee ogen zijn. En dat we recht vooruit gaan richting ons doel. En dus niet eromheen en weer geen verhaaltjes gaan verzinnen of toegevingen gaan doen waar we dat niet willen doen, maar echt puur voor onze kern gaan kiezen. En dat gaat ons heel hard vooruit helpen en vooruit brengen. Dus de solstice is eigenlijk het eerste pad. Niet het eerste pad, maar de eerste deuropening van velen terug weer naar die eeuwige eenheid. Divine Eternal Union. En dat begint natuurlijk in jezelf. Want dat is ook dat we deze kaart krijgen. Lead the way, light your own path. Dus jij hebt de verantwoordelijkheid om je eigen pad eerst gewoon vorm te geven. En zeker als je een lichtwerker bent en een tweelingvlam, dan heb je ook niet alleen verantwoordelijkheid ten aanzien van jezelf, maar ook ten aanzien van heel veel andere zielen. Wat krijgen we hier? Ja. Oh my god, de kleuren. Ja, dank u wel. En de tijd is nu ook belangrijk. Het is super belangrijk dat we nu daar die focus daarop houden en ons niet laten afleiden. Want er zijn two paths ahead. Hè. Ik had het net ook al dat het woord pad voortdurend in mij opkwam, maar ik begreep niet wat. Maar dat is wat ze nu ook willen bedoelen en zeggen. Er zijn inderdaad twee wegen vooruit. Er zijn twee manieren waarop dat we verder kunnen. Het pad van het licht en het pad van het donkere, van de angst. Dus je hebt elke dag de keuze om ofwel je leven vorm te geven vanuit licht en liefde, vanuit vertrouwen, vanuit de verbinding met de bron, vanuit jouw sacred divinity, dus vanuit jouw heiligheid die in jou aanwezig is. Hè. Dus de kleuren ook, dus met tweede en derde chakra verbonden. En dan zie je ook weer hier. Het is aan jou de keuze, of dat je eigenlijk jouw vrije wil gaat uitlenen. Daarom gaan we hier ook de blauwe vlammen. De blauwe vlam is ook verbonden met de goddelijke wil, of de universele wil. En het is aan jou de keuze of dat je jouw vrije wil gaat gaan uitlenen met die van jouw ziel, dus van de universele of goddelijke wil. Of dat je het gaat gebruiken voor jouw ego, voor jouzelf, voor je persoonlijkheid. En hoe meer je het en meer gaat gaan afstemmen met eigenlijk jouw universele wil, dus met jouw ziel, dan hoe meer dat het gaat gevraagd worden van jou om ook angsten daaromtrent ook los te laten. En te vertrouwen dat wanneer dat je telkens het pad kiest van licht en liefde, dat je ook geleid wordt. En dat er ook boodschappen voortdurend op je pad komen. Boodschappen die jou tonen waar dat je nog vanuit een beperkt bewustzijn in je leven staat en keuzes maakt. Zodanig dat je meer en meer in staat bent om die overvloedige mindset, die oneindige mogelijkheden te gaan zien. En dan ga je zien dat er meer dan twee mogelijkheden zijn. Dat je niet beperkt hoeft te zijn, en dat je niet moet kiezen tussen A en B, maar dat er oneindig veel meer dan dat er letters zijn, mogelijkheden en keuzes zijn. Wat zijn we nog? Vorige levens. Ja, vorige levens in die zin dat we vrij aan het breken zijn van dingen dat we meegemaakt hebben in vorige levens. En dat is, kijk, ook samen met deze, maak jezelf vrij van gehechtheden. Waarom? Hoe meer dat we vasthouden aan de dingen dat we gekend hebben, hoe meer dat je jezelf beperkt.
Want er zijn heel veel dingen dat we nog nooit gedaan hebben, dat we nog nooit ervaren hebben, dat we zelfs in het collectieve bewustzijn ook geen herinneringen over hebben. Zelfs niet in de tijden van Lemurië en Atlantis. Dus in het nieuw neerzetten van een gouden eeuw, waarin dat er nog dingen gaan gebeuren dat we nog nooit eerder gedaan hebben, vraagt er natuurlijk om die sprong te maken in dat onbekende, in dat zwarte gat. Maar weten dat je begeleid wordt en dat je beschermd wordt. En dus daarom mag je ook jouw helderziendheid, maar ook al je andere helderheden, dus helderhoorendheid, helderwetendheid, heldervoelendheid, mag je erop vertrouwen dat die boodschappen die je doorkrijgt, en dat we hier hadden, dat die ook oprecht zijn en dat die jou verder gaan helpen. En ook al heb je bijvoorbeeld soms dat je het eens verkeerd gaat gaan interpreteren, er gaan altijd lessen aan verbonden zijn die je gaat leren. Dus ook daar laat je leiden door je intuïtie om te kijken van waar dat je ziel en je geest op dit moment mee wil voeden. Is het een bepaalde film die je aantrekt? Is het een bepaalde muziek? Bijvoorbeeld een bepaalde video die je moet naar kijken? Maar ook bijvoorbeeld bepaalde boeken. Mocht je daar interesse in hebben, dan kan je ook mijn boek reserveren en bestellen. Dat is het boek van 96 vlammen. En daar vertel ik onder andere meer over tweelingvlammen. De reden wat dat ze zijn. Geef ik ook uitleg over de 7 fasen van bewustwording. Dus als je dat nog niet weet, zeker aanschaffen. En er staan ook een aantal transmissies in. Waarin dat je leert of ziet op welke manier dat je kan werken met universele vlammen. Maar weet ook dat dat niet beperkt is tot enkel de manier waarop dat in beschreven staat in het boek. Dus mocht je dat willen en willen samenwerken of leren werken met de vlammen op een heel eenvoudige manier, daar raad ik jou aan of nodig ik je uit om het traject zelfrealisatie te volgen. Je kan dat vinden via de linkjes hier op de website of onder andere aan deze video. Daar ga je dan al de informatie vinden die je nodig hebt. Nu, welke vlammen zullen ons nu, naar aanleiding van de solstice-verschuiving, behulpzaam zijn? Kijk, en het eerste dat mij opvalt is hier Aartsengel, Metatron en Sandalphon. Dat zijn uiteindelijk twee engelen die altijd samenkomen. Waarom? Omdat Metatron is de aartsengel die verbonden is met diamanten, de gouden diamanten bewustzijn. En is dus eigenlijk de aartsengel die het op één na dichtste bij de bron ligt. Sandalphon is meer degene die dan die hogere energie ankert op aarde. Die is verbonden met de aarde-energie. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat waar dat je de wet hebt, zo boven, zo beneden, dat Metatron en Sandalphon eigenlijk die wet ook weerspiegelen. Dus daarom, wanneer je meer en meer wilt gebruik maken van die universele intelligentie, van universele wijsheid, dan kan je die ook altijd gronden en nog meer gaan samenwerken met het diamanten-gouden bewustzijn. Dan breng je die twee eigenlijk samen. Zij zijn geen tweelingvlammen van elkaar, want ze zijn eigenlijk twee aparte energieën, maar ze zijn wel elkaars spiegelbeeld. Ik ga er nu niet verder op ingaan, anders wordt het wat ingewikkeld voor deze video. Maar dus, dat is wel belangrijk en interessant om te weten. En twee andere aartsengelen waarmee dat je mag samenwerken. Ik ga deze wat naar beneden schuiven, zodat je de energie vooral ziet. Ja. Zijn aartsengel Zadkiel. Oh, ik vind dat moeilijk om het te spreken. En aartsengel Shamuel. Shamuel die geeft aan met de violet-roze vlam dat er weer een nieuw begin is. Dus 21-6-6 is eigenlijk ook weer een nieuw begin. Maar een nieuw begin in de zin van we gaan naar een volgend level in de evolutie. Dus het is gedaan met klein te spelen, afhankelijk van waar hij staat in jouw evolutie. Ofwel, als je nog totaal niet bezig was, maar dan zou je niet naar deze video kijken. Maar dus de mensen die totaal niet bezig zijn, gaan meer en meer geduwd worden om in die bewustwording te stappen. Anderen die al verder zijn, gaan misschien in de rol van leiderschap en meer geduwd worden. En dat allemaal omdat het ons allemaal terugbrengt naar die eenheid, naar de bron en naar de eenheid in onszelf. Die dan uiteindelijk ook die romantiek gaat brengen, die diepe onvoorwaardelijke liefde gaat brengen. Maar niet enkel alleen tussen jou en jouw partner. Maar dus onvoorwaardelijke liefde is ten aanzien van alles en iedereen die hier op aarde leeft. We eens kijken welke boodschappen dat de goddelijke vlammen of universele vlammen nog voor ons hebben. Welke vlammen. Oeh, dat is een beetje veel, hè? Welke boodschappen hebben de vlammen nog? Oké. Wat krijgen we? Roep de vlam van moed en doorzetting aan om je te helpen bij de volgende stap, als dat nu toepasselijk is.
Pas je grondingskoorden aan en optimaliseer ze aan je nieuwe staat. En dat is eigenlijk hetgeen wat we altijd doen nadat we met de vlammen of de vlammen aangeroepen hebben, omdat het dan eigenlijk onze energie zodanig verhoogd is, dan moeten we onze grondingskoorden aanpassen om goed geankerd hier te blijven op de aarde. En wat dat er ook gebeurt, blijf vertrouwen op je pad, want je pad wordt geleid. Je kan nergens te laat zijn wanneer dat gaat over spirituele groei. Je kan nergens te laat zijn wanneer dat gaat over zielsconnecties of je tweelingvlam. Te laat bestaat niet voor je ziel, dus maak je daar zeker geen zorgen over. Je bent exact waar je nu moet zijn. Ook al is het lastig, ook al is het nog niet waar je zou willen zijn, ook al heb je nog niet de juiste de relatie die ze willen, of het werk die ze willen, of het huis die ze willen, of wat dan ook. Maar weet dat in elke situatie, elk obstakel die je ervaart, ook weer de nodige levenslessen zitten die jouw ziel echt wilt gaan ervaren. Kijk, en roep de zwarte diamantenvlam om de dualiteit in deze situatie op te lossen. Dus dat viel eruit op het moment dat ik sprak over obstakels. Dus weten dat je die transmissie die je hier terugvindt op YouTube onder playlist. Ik dacht dat het heet Transmissies met de Universele Vlammen. Daar vind je één van de zwarte diamantenvlammen. Je vindt hem in het Engels en het Nederlands. En die kan je gebruiken voor elk obstakel waar je eigenlijk tegenaan loopt. Dus om daar de schaduwende, de zwarte laagtrillende energie die er zijn, om die te absorberen via de zwarte vlam. Dus de zwarte diamantenvlam is eigenlijk een super, super, super krachtige vlam. Dan hadden we ervoor nog eenheid in jezelf, brengt je bewuste relaties. Dus maak je zeker geen zorgen. Als jij een diepe, vervullende relatie wenst, dan het enige dat je te doen hebt, is eenheid in jezelf aanbrengen. En jezelf healen, de wonden in jezelf healen. Waardoor dat je mensen aantrekt die op dit moment eigenlijk de wonden voornamelijk weerspiegelen. Maar waarom? Omdat je ze zo healen. En 3 is het getal van manifestatie. En dan moet je altijd denken aan de mannelijke, de vrouwelijke energie die eenheid brengt. En vanuit die eenheid ga je alles manifesteren wat dat jouw hart verlangt, wat dat jouw ziel nog verlangt. En dan als laatste nog boodschappen van mijn deck mannelijke en vrouwelijke energieën omarmt. Omdat hier de boodschap rond eenheid voortdurend naar boven komt. Oké, dan hebben we er 3 hier weer. Op een of andere manier is 3 belangrijk. Dus zet een heldere intentie. En dat is zeker wanneer dat gaat over manifestatie heel belangrijk. Dus neem pen en papier en schrijf je gedachten en gevoelens op. Want dat helpt jou in het bewust worden, in het zuiveren worden, in het beter erkennen van jezelf. En uiteindelijk verbind je met je seksuele energie. Waarom? Omdat seksuele energie is levensenergie. Dat creëert die derde entiteit. En dus ook de manier om je wensen en je verlangens aan te trekken. Nu, als je daar meer wilt over leren, dan nodig ik je uit om te kijken en de link is onderaan. En dan zal je zien dat daar ook trainingen staan in verband met manifesteren met elementen en zo. En daar is er ook een onderdeel rond die seksuele energie, hoe je die kan gaan gebruiken bij manifestatiewerk. Zo, dat was voor deze video. Ik hoop dat je er heel wat inzichten aan hebt. Vergeet niet om te abonneren. En een like te geven op deze video als je het leuk vindt. Want zo weet ik naar welke video's of thema's ik mijn energie mag richten. Dus mij mag op focussen. Als je dat wenst, in juli doe ik op hier weer een giveaway actie. Dus zeker als je daar wilt van op de hoogte blijven, dan raad ik dan zeker aan om te abonneren. Want op die manier verbind je ook met mijn energie en is het voor mij ook gemakkelijker om boodschappen te channelen die specifiek ook voor jou bedoeld zijn. Zo, dat was het voor deze video. Ik wens je een fantastische dag en een fijne week verder. Dag!